Wij op Gamersnet, wij zijn niet vies van een streampje of twee. Sterker nog, we hebben zelf een erg populair Twitch-kanaal. Twitch.tv/Gamersnet. Ga er een keer naartoe, check onze streams. Gezellig, gezellig, gezellig. Abonneer vooral, want dat kost dan dingen. Maar nee, nee, nee. We gaan ook dingen behandelen voor streams. Ik bedoel, we hebben al capture cards behandeld. We hebben al microfoons behandeld in het verleden. Maar nu is het zover. We pakken een Elgato-product op. Het is niks minder dan de Elgato Stream Deck. En waar het hier eigenlijk op neerkomt, is een paneel... met knopjes. Jazeker, u hoort het hier goed. Het is een paneel met knopjes voor je streams en dat is natuurlijk leuk. Want daarmee kun je allerlei gekke dingen instellen in OBS, XSplit, Tippy Stream, PlayerMe, Twitter. Maakt allemaal niet uit. Twitch zelf begrijpt hem ook schijnbaar. En dan probeer ik de ding open te halen en dan denk ik dat het nu gelukt is. Maar goed, gaan we zo zien. Het is een unboxing, jongens. Dan weet je altijd, als Tom een unboxing doet, dan is het altijd gedoe en gehannes en zeik. Maar er zat nog een plakbandje op. Poging 2. Nee, het is een unboxing, dus dan weet je dat het altijd gehandeld wordt met de doosjes en de plakkertjes. Daar zijn we legendarisch slecht in. En toch blijven mensen terugkomen voor de joy of life, de joy of unboxing. Samen met Bob Roll. Oh my god, dit is weer zo'n verpakking. Hi. Hi, daar zijn we weer. Unboxings. Hé, oké, ja, daar gaan we. Ja, kom maar. Nee, de ongemakkelijkheid is klaar. We kunnen nu deze kant op kijken. Hij is open. Voilà, dit is hem dan. De Elgato Stream Deck van Elgato. Het is heel simpelweg gewoon een Stream Deck. En wat dit nou basically is, je ziet het al een beetje. Het is zo ontzettend simpel. Het is echt gewoon een paneel met knopjes. En in die knopjes kun je dus allerlei dingen instellen. Dus je kunt zeggen van start de stream, stop de stream, stuur een tweetje uit, gooi een meme in je stream. Want dat is ook echt zo'n ding. Ik weet niet wie de trailer heeft gezien van dit ding. Maar de trailer is echt overdreven episch. Er komt een dikke dubstep drop in. In één keer zijn er overal memes, want dat is hoe je dit ding verkoopt. Ik had zoiets van, dit is heel dom, maar tegelijkertijd zag ik het en ik dacht, ik wil het. Dus we gaan het behandelen. We krijgen een leuk boekje erbij. Quick Start Guide. Zoals je van ons kent, gaan we die niet openen, want meestal komen we er zelf wel uit. En nu komt hier zowaar het Stream Deck zelf uit. Het wordt gewoon aangesloten met een simpele USB 2.0, geen 3.0. Met zelfs een leuke condoompje eroverheen. Zo simpel is het. Het zijn gewoon letterlijk een schermpjes met LCD-formule. We kunnen ze nog even aansluiten om te kijken hoe dat eruit ziet. We gaan hem nog niet allemaal instellen. Dat ga je allemaal zien op een stream van ons. En natuurlijk, we gaan dit behandelen in Gamersnet Gear en met een geschreven review om je te laten weten, is dit het nou waard? Want ja, je denkt, oké, leuk, een doosje met knopjes. Gezellig, vind ik wel leuk, wil ik ook wel hebben. Kost €150. Dus dan zit je al meteen een beetje te denken van, oeh shit, dat is eigenlijk best wel prijzig. Je moet wel een legit streamer zijn, wil je daar überhaupt mee uitpakken. Anyway, wat we nog wel even snel kunnen laten zien is dat er daadwerkelijk ook een kickstandje op zit. Zodat je kan zeggen van, nou, ik heb hem liever wat meer rechtop staan, zodat hij zo prijkt. Of je legt hem gewoon zo lekker neer. Ik denk dat het allebei wel leuk is, maar het is fijn dat ze al een kickstand geven, zodat je je ultieme stream setup kan bouwen. Anyway, heb je hier vragen over? Wil je bepaalde dingen weten? Wil je een streampje ervan zien? Laat het allemaal weten in de comments. Twitch.tv/gamersnet als je ons een keer wil volgen op Twitch. We hebben hele gezellige livestreams. Binnenkort ook met de Elgato Stream Deck. Dat was het voor deze unboxing. Ik was Tom. Je keek naar iets van Gamersnet. Laat iets weten in de comments. Tot snel op gamersnet.nl of twitch.tv/gamersnet. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg plukken. Abonneer. €5 per maand. Prima te doen.